Goedemorgen, gemeente gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing zal zijn uit Nehemia 3, de versen 1 tot 12 en de versen 27 tot en met 32. En het thema van de dienst is samenbouwen naar Gods Koninkrijk. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zal er bijzondere aandacht zijn voor de poster en voor alle betrokken medewerkers en vrijwilligers. De fysieke collecte vandaag is ook bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten van onze postergemeente. Dinsdagavond 5 december kunt u weer collectemunten kopen in de kerk. Woensdagavond 6 december is de doopzitting. De doopverdiening zal DV zondagmiddag 10 december plaatsvinden. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 90 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We gaan straks met elkaar lezen uit Nehemia 3. Dat is een lijst met mensen die willen dienen. Die willen dienen in Gods koninkrijk. En daarom zingen we nu uit Psalm 100 het eerste en het tweede vers. Waar we zingen, dient God met blijdschap, geef hem eer. En dat hij ons voeten wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Psalm 100, het eerste en het tweede vers. Luisteren we samen naar de 10 geboden die de Heere ons geeft. En vervolgens zingen we uit Psalm 146, vers 3 en ook vers 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste.
U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen in ons gebed tot God gaan. We zullen ook voorbeden doen. Dan denken we aan broeder Beckerman van de Stationstraat 73A. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege pijnklachten. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er naast darmkanker ook botkanker geconstateerd is in zijn heupbot. Hij is afgelopen week ook begonnen met bestralingen. We denken ook aan familie De Graaf van de Stadhouderslaan 117 en familie De Mol, De Graaf van de Dagbouwooglaan 89, wat een zus van Jannie de afgelopen week overleden is in de leeftijd van 81 jaar. We zullen de Heer ook danken dat broeder Verhoef van de Kerkenwijk 134a na een periode dat niet kon, vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Daarnaast zullen we ook nadrukkelijk in ons gebed denken aan het werk in de poster. Je ziet hiervoor in de kerk ook een aantal mensen zitten die daar een poosje bij betrokken zijn, sommige wat langer, sommige wat korter. We samen bidden ook, want wij in deze dienst ook het werk wat Aafke Brouwer is gaan doen voor de poster zullen markeren. Ze zullen straks ook een formulier voorlezen waar ze ja-woord op geeft. En we zullen samen bidden voor het werk van dominee mevrouw Visser, van het pioniersteam, van alle vrijwilligers, van er ook verschillende zijn die hier in de kerk zitten, of die misschien bewust gekomen zijn. We zullen samen ook bidden voor de collecte die we mogen houden voor de poster. De evangelisatie, ouderling, is goed om aan de Heer op te dragen. We zullen ook denken aan de cursus Christelijk Geloof ontdekken. Dat staat allemaal los van de poster, maar het is toch mooi dat komende woensdag de derde cursusgroep mag starten. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Barmhartige Heere, U die in uw goedheid naar ons omziet, ons opzoekt en in onze harten wilt werken. We danken U dat we vanmorgen in dit gebouw zijn samengekomen. Sommigen zijn nog niet vaak geweest. Velen van ons komen hier elke zondag en ook door de weeks. We danken U, Heere, dat we samen mogen komen in Uw naam. Dat het niet alleen iets is van ons, van wij als mensen samen, maar dat U ons samenbindt rondom Uw woord. En dat U in ons wil werken door uw geest. We danken U dat wij vandaag deze dag mogen vieren. Mogen ontvangen uit uw hand.
om te zien hoe u werkt in onze gemeente en om in ons te laten werken. Ook op deze zondagmorgen, tijdens deze dienst. We danken u, Vader in de hemel, dat u voor ons zorgt. Dat u ons nabij wilt zijn. Dat u uw Zoon gegeven hebt. En dat u hem ook opgewekt heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u bent opgestaan. Dank u wel, Geest van God, dat u uitgaat om mensenharten in te winnen. En als we dan nog niet geloven, breng ons tot geloof. En daar waar we geloven, heren, zou u willen versterken wat u zelf heeft gewerkt. En wilt u ons zo een dienst geven tot uw eer, tot opbouw van uw koninkrijk. Heer, het is toch een voorrecht om ook in de kerk te zijn. En het is een voorrecht zodat een tijd niet konden, zoals broeder Verhoef mocht ervaren. Kon niet, het lukte niet. Heer, nog niet alle problemen zijn verholpen met zijn gehoor. Maar na een hele periode mag hij weer samen met zijn vrouw in de kerk zijn. Om samen uit uw woord te horen. Om samen te zingen. Om samen in het gebed tot u te gaan. We danken u voor wat u daarin geeft. Aan hem en ons allen. Heer, we komen ook tot u met onze zorgen en moeite. U weet, heren, wat er gebleken is uit die onderzoeken die broeder Beckerman moest ondergaan. Dat niet alleen er darmkanker is, maar ook dat er botkanker is in zijn heupbot. Heer, u weet hoe de situatie is. Hoeveel pijn er ook is, was. We dragen hem van harte aan u op. Wilt u de bestralingen zegenen, heren? Wilt u bij hem zijn, bij zijn vrouw? Hun gezin? Wilt u ze dragen? Door dit alles heen. Geef dat ze uw hand mogen opmerken. Ook nu het zwaar is. Ook nu wij zelf als mensen weinig kunnen. Maar wilt u als die machtige heren de medici ook wijsheid geven. En medicatie zegenen. En hier doorheen helpen. En vooral laten ervaren dat u ze niet loslaat. Ook nu niet. Heer, wilt u ook uw genadige hand tonen in het leven van familie De Graaf. Familie De Mol. Als ze binnenkort de gang naar het graf moeten maken. Want de zus van Jannie is overleden. Heer, u weet hoe de laatste tijd geweest is. U weet hoe het toch al snel gegaan is. Maar we bidden u, heren, om uw nabijheid. Voor ieder die om haar heen stond, van haar hield. Troost u, wees nabij. Geef kracht, draagt u en verheerlijk uw naam. Ook in dit lijden, ook in dit gemis. Machtige heren, we willen vanmorgen ook in het bijzonder het werk van de poster aan u opdragen. We zijn dankbaar dat we dat kunnen doen, samen met de Vredeskerk. Dat er een pioniersteam is. En dat we vanmorgen in het bijzonder ook het werk wat Aafke Brouwer ging doen, gaat doen, mogen markeren. Zij diaconaal opbouwwerkster mag zijn in de poster, om dingen te coördineren. Heer, we vragen u om uw zegen over haar werk. Geef dat ze het met vreugde mag doen. Dat ze zich geleid mag weten door uw geest. En dat het eraan mag bijdragen dat ook die mensen die betrokken zijn bij de poster, dat ze u leren kennen. En iets van uw barmhartigheid mogen zien. Heer, wij kunnen ze vaak niet bereiken met onze gemeente. Omdat ze een hele andere taal spreken. Zo'n andere cultuur komen. Soms zoveel hebben meegemaakt. Heren, maar wilt u dan het werk van de poster, van Aafke, van vele anderen zegenen? En zegt die dominee Visser en zijn vrouw. Helpt u ook hen als zij al verschillende jaren daarbij betrokken mogen zijn? Geef dat ze met vreugde mogen doen, de zegen mogen opmerken. En dat ze ook vanmorgen dan ook weer mogen ervaren dat we als moedergemeentes, om hen heen staan. Dit werk van harte steunen. Heere, zegen u het werk van evangeliste Rana, wat zij mag doen. Dat u haar helpen, haar leiden. In de woorden die ze spreekt, de gesprekken die ze heeft, vertaalwerk wat ze doet. Dat u geven dat zij ook tot zegen mag zijn. Ook voor de omgeving van het Schrijverspark. Die bij het pioniersteam zijn. Een aantal jaar op weg zijn. Helpt u ze, zegent u ze. Geef ze vreugde in de dingen die ze mogen ontdekken, mogen ontplooien. Help ze ook om te volharden als het misschien soms tegenvalt. Heere, zegent u alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Bij de diensten, bij de activiteiten, alle maaltijden, de contacten in de wijk, de diaconale hulp.
machtige Heere, we danken u voor al die mensen die zich met hun eigen gaven en talenten in mogen zetten in dat stuk van uw koninkrijk. We leggen het vandaag nadrukkelijk bij u neer. Wilt u uw zegen eraan verbinden? Wilt u ook onze gaven zegen, Heer, als we ook vandaag collecteren voor het werk van de poster? Geef dat het op een goede manier gebruikt mag worden. Tot de eer van u. Het opbouw van uw koninkrijk. Heere, zegent u ook het werk van onze evangelisatieouderling. Helpt u hem daarbij. Geef dat dat tot zegen mag zijn. Voor ons als gemeente. Voor de poster, maar voor vele andere mensen die u nog niet kennen. Die soms heel dicht bij onze kerk wonen. Heere, we danken u dat we uw woord mogen openen. Dat het uitgedragen mag worden op allerlei verschillende plaatsen. We danken u ook voor de cursus Christelijk Geloof Ontdekken. Als de derde groep binnenkort hoopt te starten, komende woensdag. We danken u daarvoor. U geeft de mogelijkheden. En we vragen u dan ook van harte om uw zegen voor een ieder die erbij betrokken is. Voor een ieder die een inzet geeft. Degene die er naartoe zullen gaan. Als u het zegent, Heren, dan is het goed. Dan zegent u het dan. Zegent u catechesewerk. Zegent u onze getuigenissen naar de mensen om ons heen. Machtige Heren, breid vandaag uw koninkrijk uit, hier in Veenendaal, maar ook veel verder over deze aarde. Wilt u zijn, Heren, bij een ieder die een taak heeft. De velden zijn wit om te oogsten. En dan bidden wij u, Heren, zend toch arbeiders in de oogst. Zegen bij het zaaien. Zegen het onderhoud. Geef zelf de groei, Heren, opdat mensen u leren kennen en uw naam zullen belijden, voor u zullen knielen en in u vinden, wat een hart, wat een ziel nodig heeft. Heer onze God, schenk ons zo. Wat u nodig vindt voor ons, kneed ons, vorm ons. Zegent u ons, in welke taak we ook hebben in deze dienst. In spreken, het geven van ons ja-woord, het zingen, het spelen van het orgel. Heer onze God, zegen ons om tot zegen te zijn. Om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, heb ik eerst nog dit plaatje. Waarschijnlijk zie je wel wat er hier gebeurt, toch? Wat zou er hier gebeuren? Wat gebeurt hier precies? Wat is hier aan de hand? Gebeurt hier nou? Ja, zeg jij maar. Er gaat iemand metselen, precies. En wat zijn dingen die je kunt metselen? Wat kun je maken? Wat kun je nou allemaal precies maken als je aan het metselen bent? Ja, zeg maar. Een huis kun je bouwen, zeker weten. Ja. Zijn er nog meer dingen die je zou kunnen bouwen? Ja. De kerk kun je bouwen, zeker. Nog eentje dan, ja. Een muur. Nou, dat is precies waar het vanmorgen over gaat in de preek. In het gedeelte wat we gaan lezen wordt er gebouwd aan de muur van Jeruzalem. En waarschijnlijk deden ze dat niet met stenen zoals deze. Maar er werd wel gemetseld, er werd een muur gebouwd. En daar ga ik over preken. Omdat het eigenlijk ook zo is in de kerk. Dat je bouwt en dat we met elkaar mogen bouwen. Dat gebeurt in de kerk en op vele andere plaatsen. En ook op deze plaats. Zullen er zijn die dit plaatje gelijk herkennen? Zullen er misschien ook zijn die zeggen, ik heb geen idee wat het is. Dit gebouwtje, dit is het gebouw van de poster. Dus we hebben net gebeden voor het werk in de poster. Nou, als je een keer gaat kijken bij de poster in het Schrijverspark, dit is het gebouwtje. Daar zijn zondags ook diensten. En dat is dus ook waar dit pioniersteam, waar dominee Visser en zijn vrouw, waar Aafke Brouwer ook haar werk doet, voor de mensen daar. En daar hebben wij vanmorgen een bijzonder aandacht voor. Omdat ook daar mensen zijn, soms vluchtelingen, die onze taal niet spreken. En die willen we ook heel graag dat zij de Heer Jezus leren kennen. En daarom bouwen we ook daar. En daarom gaat het vanmorgen over bouwen. En daarom wil ik graag met jullie lezen uit Nehemia 3. Zullen we samen dat gedeelte open doen? We lezen uit Nehemia 3, vers 1 tot en met vers 12... Dan slaan we een stukje over. Dan lezen we vanaf vers 27 tot en met 32. En dan zingen we daarna uit Psalm 147, vers 1,
over de Heere die Jeruzalem wil herbouwen. Nou, dat is precies wat er gebeurt. De stad was verwoest, maar de Heere wil Jeruzalem herbouwen. Psalm 147, vers 1. En ik lees met u en ik begin één vers eerder. Het laatste vers van hoofdstuk 2 neem ik ook mee. Dus we beginnen in Nehemia 2, vers 20. En lezen door tot en met vers 12. En daarna ook nog een stukje. Leest u mee. Toen gaf ik, Nehemia dus, hun antwoord en zei tegen hen: de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Ananiël-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwde Zakker, de zoon van Imri. De vispoort bouwden de nakomelingen van Sinaa. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtte Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabeel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Zadok, de zoon van Baana, herstelwerk. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk. Maar de vooraanstaande onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. De oude poort herstelden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Besotja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtten de Gibeoniet Melatja en de Meronotiet Jadon herstelwerk met de mannen van Gibeon en van Mispa, tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier. Daarnaast verrichtte Uziel herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden. En daarnaast verrichtte Hananja, een zalfbereider, herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de brede muur ongemoeid. Daarnaast verrichtte Refaja, de zoon van Hur, hoofd van de ene helft van het district Jeruzalem, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Jedaja, de zoon van Harumaf, herstelwerk, en tegenover zijn eigen huis. En daarnaast verrichtte Hattus, de zoon van Hasabnea, herstelwerk. Het tweede gedeelte herstelde Malchia, de zoon van Harim, en Hassub, de zoon van Pahat Moab, met de bakovertoren. Daarnaast verrichtte Salem herstelwerk, de zoon van Lohes, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hij en zijn dochters. We gaan naar vers 27. Daarachter herstelden de inwoners van Tekoa een tweede gedeelte. Tegenover de hoog uitstekende toren tot aan de muur van de Ofel. Vanaf de Paardenpoort verrichtten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis. Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk, tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaker van de oostpoort, herstelwerk. Daarachter herstelden Hananja, de zoon van Selemja, en Hanun, de zesde, de zoon van Salaf. Een tweede gedeelte, daarachter verrichtte Mesulam, de zoon van Berechja, herstelwerk, tegenover zijn kamer. Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk, tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars, tegenover de poort van Mifkat en tot het bovenvertrek van het hoekpunt. Tussen het bovenvertrek van het hoekpunt tot de schaapspoort verrichten de edelsmeden en de handelaars herstelwerk. Tot zover.
Na de preek zingen we uit de bundel Weerklank het lied 267. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En daarvan het eerste, tweede, derde en ook het zesde couplet. Dat na het amen van de verkondiging. De preek gaat over het gelezen gedeelte, over Nehemia 3. Het thema voor de preek is samen bouwen aan Gods koninkrijk. Dat zien we gebeuren in dat gedeelte, wordt met elkaar, wordt samen gebouwd, samen bouwen aan Gods koninkrijk. Drie punten als structuur, ABC. Aanstekelijke aanpak in de eerste plaats. In de tweede plaats bereidwillige bouwers. En in de derde plaats het centraal contactpunt. Dat wat nou centraal staat, waar contact gemaakt wordt. Gemeente van Christus, hier in de kerk, die op afstand verbonden bent. Wat een namen net, hè? Wat een lijst. En wat moet je ermee met die opsomming? En dan hebben we nog niet eens heel het hoofdstuk gelezen. U hoorde mij misschien al zoeken naar die namen. Stel dat jij hiervoor in de kerk had gestaan en het in één keer zo, van nou, lees maar voor. Had je eruit gekomen? En misschien als je zegt, weet je, ik lees bijbelboeken van begin tot eind. Dat je dan ook een moment hebt dat je denkt, ja, al die geslachtsregisters, al die lijsten met namen. Nou ja, die slaan we wel even over hoor. Dat boeit niet zo. Dat spreekt toch niet aan. Of als je ergens op bezoek bent en je zegt, ja, het is ook mooi om dit bezoek af te ronden met een stukje lezen. Wie kiest er dan een stukje uit een geslachtsregister? En toch is het denk ik relevant. Kijk, wij zouden het niet zo boeiend vinden, denk ik, als we nou vandaag eens de hele ledenlijst zouden doornemen en al die namen voorlezen. Of als de lijst van jouw klas of de lijst op school voorgelezen wordt. Dat spreekt niet zo aan. Maar wat als er een wedstrijd is georganiseerd, je hebt meegedaan en in één keer wordt de lijst geopenbaard met de winnaars? Zou je dan niet heel graag willen weten wiens naam erop staat? Of jij gewonnen hebt en misschien wel die andere jongen uit jouw klas? Of wat als we een avond zouden organiseren ter herinnering aan de bouw van dit kerkgebouw? En we zouden eens nagaan wie wat allemaal gedaan heeft. Natuurlijk zitten er vanmorgen die daar niks meer van weten of nog helemaal geen lid waren. Maar misschien is het ook wel heel erg tot de verbeelding sprekend dan. Dat je dan foto's ziet van het fundament. Dat je zegt, daar was ik bij toen dat gelegd werd. En ik heb ook nog geholpen bij die muur. En toen die ramen gemaakt werden, daar was mijn opa bij. Ja, en ik weet nog heel goed hoe die banken in de kerk kwamen, want... En dan in één keer gaat het voor je leven. Ik heb dat schoongemaakt, ik heb dat gedaan. We zouden ook zo'n lijst kunnen maken voor de poster. Een lijst met alle mensen die betrokken zijn. En misschien gaat er dan ook wel iets leven. Ik was betrokken bij die morgendiensten. Ik ben de middagdiensten. Ik was vooral bezig met de mannenavond. Multiculturele lunch. Ik mocht diaconale opbouwwerker zijn. Prachtig. Dan wordt het in één keer relevanter, concreter. Omdat je ziet wat er gebeurde en welke mensen er dus bij horen. En zo is dat dus ook geweest voor die eerste lezers van dit boek. Van dit verslag, van dit soort dagboek eigenlijk van Nehemia. Want de eerste lezers die wisten nog, Jeruzalem lag in puin. Dus één grote puinhoop. Ellendige situatie. En ze kwamen er maar niet uit. Het was verwoest en het bleef verwoest. Maar toen kwam Nehemia. Geroepen door God. Hij was de schenker van de koning van Perzië, maar God riep hem om te gaan herbouwen. En je merkte, God zegende dat. Ieder bouwde aan zijn stuk muur, zijn stuk poort. Samen hebben we dat gedaan. Ja, de God van de hemel, die heeft het ons doen gelukken. Nehemia betekent de Heere troost. Ja, de Heere troosten. Door iemand te geven die in de puinhoop van het bestaan ervoor zorgde dat er iets nieuws ontstond. Ja, wat een aanstekelijke aanpak tref je aan als je goed tussen de regels door gaat lezen. En dan lees je in Nehemia 3 niet de naam Nehemia. Maar je leest in dit hele hoofdstuk wel zijn hand. En wat hij gedaan heeft.
Een belangrijke organisator is hij geweest, een motivator. Hij heeft het immense project mogen leiden. En je merkt, hij is slim, hij is wijs. Ja, kijk alleen al in wat hij zegt, in het laatste vers van hoofdstuk 2. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Hij wijst op God. Dat doet een geestelijk leider. Hij zal het ons doen gelukken. Hij, de Heere, is het die bouwt. En dan spreekt hij ook in de wij-vorm. Wij samen. Samen voor de Heere. Nehemia die kiest in zijn woorden, in zijn insteek, de verbinding. De verbinding met boven en met elkaar. Verbindend met God. En hij zegt wij, samen. Ja, en dan is hij ook zo slim om die grote muur om de stad heen, om die in stukjes te hakken. Het wordt beschreven tegen de klok in. Een stuk of 40 stukken. En dat is buitengewoon slim. Slim, nou, stel je voor. Dan sta je dan, hè, als inwoners van Jeruzalem. Die hele muur is kapot. En dan zegt er iemand, kom, we gaan die muur herstellen. Dat is mooi, maar waar ga je beginnen? Hoe ga je dit aanpakken? Wat ga je doen? En stel je voor dat je zegt, nou, we gaan als gemeente samen met de Vredeskerk gaan we missionaire, diaconale activiteiten ontplooien in de poster. Mooi. Maar wie gaat wat doen? Wat moet ik doen? En ja, wie kan ik terugvallen? Wat is het dan belangrijk dat je soms dingen in behapbare stukjes maakt? En dat is denk ik ook wel een van de taken die je mag uitvoeren. Aafke, dat je dingen in wijsheid maar klein mag maken voor de mensen, zodat het behapbaar is. En wat zit er in deze houding van Nehemia? Al prachtige lijnen naar ons toe. Als wij een taak hebben in Gods koninkrijk, in de kerk, in de poster, maar misschien ook al op een andere plek, als leiding. Nehemia die kiest er dus voor om heel nadrukkelijk te wijzen op God. En dat is denk ik belangrijk om ook vast te houden. Waarom? Heel makkelijk wordt het werk van mij. Het is mijn werk en ik doe het zo. En zo wil ik het graag. Ja, dan zegt iemand, ja, maar ik vind er ook wat van. En dan is het belangrijk om te wijzen naar God. En te zeggen, Heren, het is uw werk. Zullen we niet vergeten, het is Gods werk. De Pneokerk is Gods werk. De poster, het is Gods werk. En Nehemia, hij verbindt dus ook met elkaar. Hij zegt, wij samen. Ja, jij bouwt helemaal aan die kant. Helemaal bij de mestpoort mag jij bouwen. En jij bent bezig bij de schaapspoort. Dat is allemaal belangrijk, want het moet een eenheid zijn. Wij samen, ieder op zijn eigen plek. Verbinding maken. Het kan het zomaar gebeuren, toch, in de kerk. Dat je zo hard je best doet voor iets. En dat je denkt, ik doe het maar. Ja, het is Gods werk. Wij bouwen samen. En Nehemia die maakt het hapklare brokken van. Nou, hapklaar, er zal nog flink gewerkt moeten worden. Maar hij maakt het dus kleiner. Dicht bij elkaar moet je zijn. Want dat valt toch ook op in dit gedeelte? Dat als Nehemia dus de opdracht geeft, dat hij dan stukken van maakt, maar dat dan in dit hoofdstuk staat, heel vaak het ene woordje. Daarnaast. Is die opgevallen? Daarnaast. Vers 2 bijvoorbeeld. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri. En zo lees je het ook in vers 4 en vers 5. En lees het hoofdstuk maar door. Er staat verschillende keren daarnaast. En als je dat sterretje volgt bij vers 2, als het in je Bijbel staat, dan staat daar niet letterlijk daarnaast, maar dan staat daar aan zijn hand. Hand in hand, hand aan hand. Naast elkaar, met elkaar, dichtbij elkaar. Nee, dus niet alleen maar om elkaar op de vingers te kijken en om elkaar op de vingers te tikken. Tuurlijk mag je elkaar corrigeren en wijzen op dingen. Maar daar zit heel sterk iets in van samen. Om de ander te helpen als het moeilijk is. Om de ander te complimenteren als het goed gaat. Om samen te werken. Zoals er is iemand die had een kantoor.
En in zijn kantoor had hij twee hertengeweien hangen. En die hingen niet los van elkaar, maar die zaten in elkaar vast, gevlochten. Gevlochten. Nou, zo waren ze ook gevonden, die hertengeweien. En heel vaak kreeg hij de vraag, beste man, waarom heb je nou die twee geweien zo in elkaar zitten? En dan vertelde die man waarom. Hij zei, zo zijn ze gevonden. Het waren twee mannetjes herten, die zijn met elkaar in gevecht geraakt. Ze stonden tegenover elkaar, ze raakten verstrengeld. En ze kwamen niet meer los. En het gevolg was dat ze allebei gestorven zijn door de honger, door de dorst. En dit is voor mij een herinnering dat we niet tegenover elkaar moeten staan, maar dat we met elkaar, naast elkaar, samen. Dat is toch veel beter dan tegenover elkaar, langs elkaar heen, over elkaar heen. Het is toch motiverend als je ziet wat je buurman doet. Dat je kan helpen als het hem tegenzit. En dat hij jou kan helpen als het jou tegenzit. Samen. Ik hoop dat die houding er is bij ons allemaal. In de Pnial. Dat die houding er ook mag zijn. Het werk in de Poster. Ergens staat jullie werk wat los van elkaar. Maar toch samen. Eendracht. Saamhorigheid. Ja, hoe doe je dat? Dus heel dicht bij elkaar te werken. Naast elkaar, daarnaast, aan elkaars hand. Maar ik denk ook dat je heel dicht bij je eigen plek mag blijven. Wat bedoel ik? Nou, er staat verschillende keren in dit gedeelte dat mensen werken tegenover hun huis of naast hun huis. Bijvoorbeeld vers 23. Daarachter verrichten Benjamin en Hassub herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichtte Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hananja, herstelwerk naast zijn huis. En vers 28. Vanaf de paardenpoort verrichtte de priesters herstelwerk tegenover zijn huis. Dus met andere woorden, dan zie je er iemand metselen en die kijkt dan achterom en die ziet daar zijn huis. En die beseft ineens, ik ben aan het bouwen aan deze muur, ook met het oog op de veiligheid van mijn huis. De veiligheid van mijn gezin. Daar doe ik het voor. Ik bouw aan dit grotere geheel, met het oog op mezelf en het oog op anderen. En het werkt natuurlijk ook andersom. Kijk mama, papa is daar aan het werk. Oma is daar bezig. Daar bouwen. Aan die muur. Aan die muur van Jeruzalem. Om een veilige plaats te creëren waar God gediend wordt. Prachtig toch? Dat we zo ook ons werk zien. Dicht bij elkaar. Dicht bij God. Dicht bij je eigen plek. Dat je het doet vanuit je eigen huis, vanuit je eigen hart. Het oog op de eer van God. De opbouw van zijn koninkrijk. Ja, en dan als het gaat over die aanstekelijke aanpak, wil ik graag op nog iets wijzen. Eigenlijk op nog iemand. Die persoon die als eerste beschreven wordt in vers 1. Eliasib. In vers 1 staat, toen stonden Eliasib, de hoge priester en zijn broeders, de priesters, op en zij herbouwden de schaapspoort. Denk eens even mee. Waarom noemt Nehemia nou Eliasib, de hoge priester, als eerste? Is dat nou iemand die geweldig kan bouwen? Is dat nou iemand waarvan je zegt, kijk, als je hem ziet metselen, daar kun je zoveel van leren? Nou ja, ik weet natuurlijk niet precies, maar over het algemeen denk ik dat hij vooral goed is in het bestuderen van de Bijbel. Hij kan het uitleggen, hij kan alles vertellen over de tempeldienst en over de offers. Maar metselen, zagen, bouwen? Waarom wordt hij nou als eerste genoemd? Ik denk dat het is om het goede voorbeeld te geven. Dat hij als leider, als vertegenwoordiger, als geestelijk leider voorop gaat. Dat hij niet zegt, ach ja, weet je, ik ben toch ook maar priester, doen jullie het vuile werk maar. Maar hij gaat voorop. Hij leunt niet achterover, maar doet mee. Samen met zijn zonen, zijn broers, zijn neven. Hij gaat voorop als vader voor zijn gezin. Hij gaat voorop als priester voor zijn volk. De geestelijke leiders gaan voorop. Bent u ook een geestelijk leider? Kan ik natuurlijk naar mezelf trekken. Als predikant, als predikante.
ga ik voorop. Als ouderlingen gaan wij voorop. Als diakenen. Als leiders. Pioniersteam. Als diaconaal opbouwwerker. Als leiding van de club. Ga ik nou voorop? Zou als er zo'n lijst gemaakt worden van onze kerk of van het werk in de poster, zou dan onze naam als eerste genoemd kunnen worden? Dat je een voorbeeld bent. Nee, je bent misschien de meest handige in alles. Maar je laat merken in je houding, ik wil voorop gaan. Ook voor onze kinderen. Laten we aan de kinderen van de kerk merken, dit is voor mij belangrijk. Die priester maakte vieze handen. Waarom? Omdat hij laat niet merken, dit is voor mij belangrijk. Ik wil een veilige plek creëren waar we God kunnen dienen. Papa wil dat. Kunnen onze kinderen dat zien? Merken onze kinderen dat we bereid zijn om vuile handen te maken voor de eer van God? Voor de opbouw van zijn koninkrijk. Mag het ons wat kosten? En als je dan hier in dit gedeelte die namen achter elkaar ziet, ook die familienamen, zouden we ook zo'n lijst kunnen maken voor ons? Dan begin ik bij mezelf. Daarnaast bouwde familie Mulder. Daarnaast bouwde familie Van der Ree. Daarnaast bouwde familie Visser. Daarnaast bouwde familie Brouwer. En zo kunnen we zo doorgaan. Zou dan ook onze naam erin staan? Daarnaast bouwde. Hebben wij een aanstekelijke aanpak? De club voor onze kinderen. En zijn wij bereidwillige bouwers? We zijn bij het tweede. Aanstekelijke aanpak. Bereidwillige bouwers. Nee, het is dus niet de bedoeling dat deze preek alleen maar is voor mensen die ambtsdrager zijn of die een speciale taak hebben. Een roeping krijgen. Nee, Paulus die zegt ook dat wij als ambtsdragers ook geroepen zijn om de heiligen toe te rusten tot het werk in dienstbetoon. Dus iedereen moet ingeschakeld worden. Dat je vergeving van zonde ontvangt, maar dat je ook gaven ontvangt van de Heilige Geest. De een krijgt de gave van het woord, de ander de gave van het organiseren, de volgende een gave om met je handen te werken, misschien nu wel wijsheid, misschien nu wel gastvrijheid. Of heb je barmhartigheid en meeleven tonen als gave van God gekregen, pastoraat, diaconaat, muzikaliteit, creativiteit. Het komt er in ieder geval op aan dat je gaat meebouwen. Dat je je toewijdt, want de Bijbel zegt ook dat je je talent kunt begraven. Dat je het onder de grond kan stoppen. God geeft het je. Hij schenkt je zijn zoon. Je mag zijn kind zijn, wat een voorrecht. Maar vervolgens gebruik je het niet om te bouwen. Dan is er iets mis. Als je daar bij die muur van Jeruzalem kijkt, dan zie je allerlei soorten mensen. Priesters, levieten, maar ook goudsmeden. Iemand die zalfbereider is, handelaars. Opmerkelijk. Als je kijkt in vers 8, dan lees je van Uziel. En Uziel, dat is dus een goudsmid, een juwelier. Dat is iemand die heel fijn moet kunnen werken. Met zijn handen. Mooie instrumenten maken. Met goud, zilver. Waar moet je nu zien werken? Cement draaien, stenen sjouwen. Misschien met een voorhamer dingen bewerken. Zagen, maar als er wat gebeurt met zijn handen. Is toch gevaarlijk om dat werk te doen? En dan die zalfbereider, die vers 8, Ananja. Ja, een zalfbereider is bezig met zachte zalf, lekker geurt. Zachte handen heeft hij misschien wel. Maar die sjouwt nu met stenen. Apart. Dus daar bij de muur vind je echt niet alleen maar de bouwvakkers, de mensen die het echt kunnen. Maar dan vind je mensen die zeggen, dit is voor mij belangrijk. Ik wil dit ook. Zou er iets bij die mensen ingezeten hebben van, al zou ik de hele wereld winnen, maar ik zou schade lijden aan mijn ziel, dan had ik niets. Ik wil graag meebouwen. Want het gaat mij daarom. Ja, bij die muur zie je allemaal mensen werken. Een verscheidenheid, een achtergrond, leeftijd, qua gezinssituatie. Maar toch allemaal aan hetzelfde bouwend. En broeders en zusters, waar vinden we dat nog in het tegenwoordig nog? Waar vind je zo'n diverse groep die samen bouwt aan hetzelfde?
is niet heel erg gedifferentieerd in onze samenleving. Doelgroepen, deelbelangen. Maar wij zijn één kerk, één gemeente. En we mogen samen bouwen aan die ene muur. Vind je geen wonder? Dat hier mensen zitten met een totaal andere interesse, met andere voorkeuren, en dat we toch samen mogen bouwen. Ja, als je de kerk als een wonder gaat zien, dan heeft het toch ook prioriteit. Omdat je wil inzetten aan een veilige plek voor jezelf, voor anderen. En omdat je wil merken, en omdat je merkt, hier woont God. Hier werkt zijn geest. Hier wordt Gods goedheid gedeeld. Zijn nabijheid ervaren. Toch een wonder. Ieder op zijn eigen manier. En dan geen smoesjes. Toch? Want hier lees je zelfs van de mannen van Jericho in vers 2. Die komen ook helpen. Eeuwen daarvoor waren de muren van Jericho door een wonder ingestort. En ze zeggen niet, nou, God moet het doen hoor. En God kan ook door een wonder die muren weer oprichten van Jeruzalem. Nee, ze komen, ze doen hun best. Misschien hebben ze wel gezongen. Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Maar als de Heer het bouwt, wat een wonder, wat geweldig. Ja, hoe zouden wij in deze lijst staan? Zouden wij aangemerkt kunnen worden als medebouwers? Staan we naast elkaar? Doet u mee? Als je kijkt naast je in de bank, kennen de mensen jou dan? Kennen de mensen u dan als een meebidder, als een meebouwer? Of niet? Kent u de mensen naast u als een bouwer? En denk dan niet te snel, ja, maar voor mij is er geen taak in de kerk. Voor mij is er geen taak bij de poster. Denk het niet te snel, want kijk, bouwen, dan zou je toch zeggen, dat is vooral werk voor mannen, toch? Maar er staat in vers 12 van Salem dat hij werkt met zijn dochters. Die mogen meebouwen. En als je kijkt bij die bouw van de muur, dan is het niet overal hetzelfde. In sommige gedeelten lees je dat er gebouwd moet worden. Waarschijnlijk moet er dan vanaf de grond af aan, vanaf de fundering af aan, moet er nieuw gebouwd worden. Sommige stukken merk je, er wordt hier gerestaureerd, er wordt iets hersteld. Maar in vers 8 lees je ook over een stukje van de muur waar niks aan gedaan hoeft te worden. Blijkbaar is dat stuk muur nog sterk genoeg. Daar hoeven we niks aan te doen. Kijk, niet alles hoeft ook nieuw als je bouwt in Gods koninkrijk. Er zijn dingen die hebben de eeuwen getrotseerd. Inhoud en vormen die zijn blijven staan, waar je verder op kunt. Ja, zeg dan dus niet dat je dan maar niet van nut bent. Als je denkt, ja, ik hoef niet zoveel te bouwen. Speciaal ook voor de jongeren. In vers 30 gaat het over Mesulam. En er staat van hem dat hij tegenover zijn kamer bouwde. Misschien is het wel een jongere geweest, een jonge man. Die woonde daar bij het tempelcomplex. Die had daar een appartement, een kamer. En daar bouwde die. Maar denk eens aan jouw kamer. De kamer waar je gamet. De kamer waar je studeert. De kamer waar je misschien wel chillt, de kamer waar je slaapt, bidt, Bijbel leest. Bouw jij ook mee aan Gods koninkrijk vanaf jouw kamer? Heb jij zoveel leren zien van de Heer Jezus dat je zegt, maar ik doe ook mee. Ik wil niet alleen maar consument zijn, maar ik heb die mensen om me heen zien bouwen en ik heb daardoorheen iets van God gezien. En dat ik hem zie, voeg ik me bij deze bouwers tegenover mijn kamer, met mijn gaven en mijn talenten. Ja, dan denk ik ook aan die gemeenteleden die nog maar één kamer hebben. Ouderen, misschien bent u hier, luistert u vooral mee, kijkt u mee en is uw leven maar klein geworden. Weet u, in de dienst van de Heer ga je nooit met pensioen. Ik weet ook wel, dan ben je niet meer zo vitaal en levenskrachtig. Maar ontslagen word je nooit. En zeg dan als ouderen alstublieft nooit, de Heer heeft geen taak meer voor mij. U mag meebidden. U mag meeleven. In uw wijsheid, in dat wat u geleerd heeft u toch geleerd wie de Heer Jezus is.
Wilt u dan daarop blijven wijzen? Uw geestelijke wijsheid delen? Ons vertellen over Gods goedheid? Zo mag u bouwen aan de muur tegenover uw kamer. Ja, zegt er iemand, maar ik kan niet zoveel meer. Ik ben ziek, long covid misschien, kanker, ouderdom. Weet je, je leest hier in dit hoofdstuk ook dat er soms mensen zijn die wat extra kunnen. Je leest dat er mensen gekomen zijn uit Jericho, uit Tekoa, uit Gibeon, Mispa. En dan lees je van iemand uit Mispa die herstelt de waterleidingvijver. Daar zet hij zich voor in. Dat toen Nehemia daar kwam, kon hij daar niet eens omheen met zijn ezel, want het was kapot. Maar nu is er iemand uit Mispa die zoveel energie heeft, zoveel wijsheid en kracht. Die zegt, dat kan ik. Wat een zegen als jij misschien niet alles kunt wat je wilt. Maar als God om je heen mensen geeft die wat extra kunnen. Ja, mooi als God dat geeft. Want dan is het ook niet erg als u wat minder kan. God overvraagt ons niet. Laten wij elkaar dan ook niet overvragen. Laat je jezelf dan ook niet overvragen. Want als bouwer mag je leren ja te zeggen. En soms moet je echt ja zeggen. Maar als bouwer mag je ook leren nee te zeggen. Als je maar meebouwt. En niet bent zoals die leidinggevende uit Tekoa. Vers 5. Want er zijn er dus een paar die drukken hun snor. De aanzienlijke, de vooraanstaande uit Tekoa. Die doen niet mee. Als het puntje bij het paaltje komt, doen zij niet mee. Nou, misschien weet je wel hoe demotiverend het is op je werk. Als je inzet en je collega doet niks. Of als je zelf aan het bouwen bent. Maar daarnaast is er iemand die drukt steeds meer zijn snor. Die doet niet zoveel. Die kan niet, die wil niet. Kan demotiverend werken. Misschien heeft ook wel iemand in gedachten dat je zegt, ik doe zo mijn best. Maar hij zei, en het gevaar is dat je dan zomaar naar die persoon gaat kijken en jezelf laat demotiveren. Maar dan hoop ik dat je ook uit Tekoa komt. Dat je denkt, ook al zijn er mensen uit Tekoa die zeggen, ja, geef mijn portie maar aan een ander. Dat als je vers 5 leest en vers 27, dat je daarin leest van mensen uit Tekoa die als het ware een dubbel deel voor hun rekening nemen. Daar zit iets in van, ja, als de leidinggevende, als zij het laten afweten, de vooraanstaande niks doen, dan laten wij ons niet door ontmoedigen. Dan zetten wij onze schouders er wel extra onder. Want deze muur, die moet gebouwd worden. Hoe zou onze naam vermeld worden in zo'n lijst? Met ere? Is het echte bouwer het Tekoa? Of drukt u misschien uw snor? Omdat u veel te druk bent met uw eigen muurtjes en uw eigen koninkrijk. De hoge heren uit Tekoa worden tot hun schaamte genoemd. Maar tot eer worden de anderen genoemd en ook Baruch, vers 20. Daar staat, hij werkte vol ijver. Prachtig. Ja, hoe zouden onze namen vermeld worden? In de Hebreeënbrief worden we opgeroepen om elkaar scherp te houden. Laten we op elkaar acht geven. En laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. En hoeveel te meer, naarmate je de dag ziet naderen. Welke dag? Dag van de voltooiing. De dag dat een nieuwe Jeruzalem neer zal dalen uit de hemel. En dan gaat het er niet om dat je op de ledenlijst stond van de Pniokerk. Dat je staat in die lijst van werkers van de poster. Maar dan gaat het erom dat je staat in de ledenlijst van die stad. In het boek van het leven van het Lam. Daar waar je gegrepen bent door het evangelie. Daar waar Gods geest in je werkt. Dan zal je toch ook gekend worden als bouwer. Ieder die bouwt, zijn naam staat opgetekend. Laten we naar de derde gaan. Aanstekelijke aanpak hebben we gezien. Bereidwillige bouwers. Ja, het centrale contactpunt. Ja, wat bindt nou al die bouwers samen? Is dat het enthousiasme van Nehemia? Is dat het enthousiasme van een predikant? Is dat het enthousiasme van dominee Visser of van Aafke? Van anderen, een pioniersteam? Nou, onderschat niet wat je enthousiasme kan doen. Maar je moet eens goed kijken
waar begint nou de beschrijving van dit bouwwerk? En waar eindigt het? Het begint en eindigt op dezelfde plek. En welke poort is dat? Dat is de schaapspoort. Dat is niet zomaar. Dit is het beginpunt en het eindpunt, want de schaapspoort was de poort waar de schapen door Jeruzalem binnengingen op weg naar de tempel om geofferd te worden. De weg van de verzoening. De poort naar herstel, vergeving en verzoening. Dat is het centrale punt. Daar begint het, daar eindigt het. Daar komt nou alles samen. Het centrale punt. En dan moet je goed opletten. Als het gaat over de beschrijving van deze poort, dan staat er iets bij deze poort wel wat bij de andere poort niet staat. En er staat iets bij deze poort niet wat bij de andere poorten wel staat. Eerst wat bij deze poort wel staat en bij de andere niet. Er staat dat deze poort in vers 1 wordt geheiligd. Samen met de stukken muur ernaast wordt het geheiligd. Toegewijd aan God. Apart gezet. Zodat al die bouwers weten, dit is niet alleen maar ons mensenwerk, onze menselijke veiligheid, onze menselijke structuur. Maar dit is toegewijd aan God. Hier komen de schapen doorheen die geofferd worden tot een verzoening van onze zonden. Geheiligd aan God, toegewijd aan Hem. Mensen, hier gaat het om. Wij zijn geen sociale club. Maar hier draait het om. Geheiligd aan God, toegewijd aan Hem. Dat gebeurt daar heel bijzonder, zodat we dat niet zullen vergeten. Hoe bouwen we? Geheiligd, toegewijd aan Hem. Ja, er staat dus iets wel bij deze poort wat bij de andere poorten niet staat. Maar er staat ook iets bij deze poort niet wat bij de andere poorten wel staat. En dat vind ik prachtig. Wat staat er niet? Nou, er staat niet dat deze poort een sluitbalk heeft. En er staat ook niet dat die grendels heeft. Maar als je vanaf vers 1 verder leest en je komt bij de volgende poort, daar staat het wel. In vers 3 staat de vispoort. Ze maakte er een zoldering in en plaatste de deuren ervan. Met zijn sluitbalken en zijn grendels. Vers 6, de oude poort. Ze maakte er een zoldering in en plaatste de deuren ervan. Met zijn sluitbalken en zijn grendels. In vers 13, de dalpoort. Ze maakte er een zoldering in en plaatste de deuren ervan. Met zijn sluitbalken en zijn grendels. Dus al die poorten worden omschreven met sluitbalken. Met grendels, die kunnen dicht. De vispoort, de dalpoort, de mestpoort. Maar als het gaat over dit centrale punt, over de schaapspoort, daar worden geen grendels genoemd, geen sluitbalk. Zou daar misschien iets in zitten van de weg van de verzoening? Die gaat nooit op slot. Die moet open blijven. Die doorgang mag niet dicht. Daarom bouwen wij. En is het geen wonder, broeders en zusters, en misschien heeft u zijn naam al gemist. Die naam van de Heer Jezus. Dat de Zoon des Mensen, dat Hij kwam als de Koning der Koningen, om als het lam naar binnen te gaan. Het is natuurlijk al bijzonder als zo'n goudsmid zijn handen wil riskeren voor de bouw in Gods Koninkrijk. Het is mooi als een zalfbereider zijn zachte handen gebruikt om te werken met ruwe stenen. Maar hier zien we de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die timmerman wilde worden. Die als de timmermans zoon de balk wilde dragen, maar die zelf aangehangen zou worden. Voor onze zonde. De toegang is vrij door Golgotha. De poort van de verzoening staat wijd open voor u, voor jou, voor mij. Kom daar doorheen om voor de eerste keer verzoening te ontvangen. Ga weer door die poort om te zien dat God jou, uw zonde, vergeeft en wegdoet. Neem mensen mee die buiten staan om door die poort te komen in de Pniauwkerk, bij de poster. Laat Jezus ons centrale contactpunt zijn. Dat wat ons verbindt. Die mensen bij de poster die soms Nederlands niet machtig zijn, maar die in het Arabisch horen van Jezus. Hoor dat de poort open is. De poort van de verzoening. Ja, echte eendracht in ons bouwen is er, broeders en zusters,
als onze kring sluit om Jezus. Als wij bouwen door en voor hem. En als wij zo levende leden, meebiddende leden, meebouwende leden zijn. En laten we dan ook weer eerlijk zijn. In onszelf zijn we allemaal afgekeurde bouwvakkers. Niemand is in zichzelf geschikt. Maar wie door die poort van de verzoening gaat, die ontvangt daar wedergeboorte. Nieuw leven door de geest. Die zal medebouwer worden. Die krijgt de roeping om zelf door die poort te gaan. Maar om ook te gaan met kinderen, kleinkinderen, met mensen die er buiten staan. Ja, laten we zo, broeders en zusters, en welke taak we ook hebben, wat nu een speciale aangewezen taak is, zoals wat Aafke. Laten we samen bouwen aan Gods koninkrijk. Met een aanstekelijke aanpak. Bereidwillige bouwers. Met dat centrale contactpunt. Tot slot. In de kerk in Heerde, de Johanneskerk, is niet de christelijk gereformeerde kerk, maar de dorpskerk. De Johanneskerk, daar heb je een flinke toren. Vlak voor mijn afscheid ben ik nog een keer die toren ingeweest. Om eens dat beeld te zien van Heerde. En toen je daar omhoog liep, dan loop je echt naar de binnenkant van die toren. En op het eind ga je dan naar buiten toe. Op een gegeven moment zag ik zeg maar in balken, zeker wat hoger, zag ik initialen gegraveerd. En soms ook een achternaam. En toen vertelde die man die bij me was, die zei, dat is van de mensen die hier gebouwd hebben. Die wilden heel graag dat hun naam zou leven op dit bouwwerk. Dat vonden ze belangrijk. Maar luister dan eens naar wat God zijn bouwvakkers beloofd heeft. Hij zegt, wie overwint, hem zal ik tot een zuil maken in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Is dat niet meer dan de moeite waard? Zegt u het mee? Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Thank you.
Vanwege de aard van de officiële aanstelling van Aafke Brouwer als diaconaal opbouwwerker onder verantwoordelijkheid van het posterbestuur willen we als een van de moederkerken, de moederkerk waar Aafke ook lid van is, het graag duidelijk markeren. En met het oog daarop wil ik graag het formulier wat hiervoor is opgesteld door onze kerken met u lezen. U kunt op het scherm met mij meelezen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De kerkraad heeft u bekendgemaakt dat hij zuster Aafke Brouwer Vlaardingenbroek een bijzondere dienst in de gemeente toevertrouwt. Haar taak betreft diaconaal opbouwwerk in de poster. We zullen nu in de naam des Heren, zuster Brouwer Vlaardingenbroek, inleiden tot deze dienst. In de schrift lezen wij dat alle gelovigen de roeping hebben om met hun gaven het lichaam van Christus te dienen, terwijl de ambtsdragers aangesteld zijn om leiding te geven aan het geheel van de gemeente. Naar het getuigenis van het Nieuwe Testament hebben velen, zowel mannen als vrouwen, zich met woord en daad ingezet voor de verbreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk van onze Heer Jezus Christus, zonder hiertoe als ambtsdrager geroepen en bevestigd te zijn. Hun arbeid in het Koninkrijk van God wordt van grote betekenis geacht en hun namen worden in de schrift met waardering genoemd. Zo zullen ook nu, naast de ambtsdragers, anderen ingeleid mogen worden in hun dienst. Hoewel vele gemeenteleden hun gaven spontaan, zonder aparte opdracht of aanstelling, gebruiken tot eer van God en tot heil van de naaste, is het goed dat een broeder of zuster, die tot een speciale taak geroepen wordt, ook in het midden van de gemeente tot zijn of haar dienst wordt ingeleid. Zij die deze taak aanvaarden, hebben een opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Zij zullen zich, evenals de ambtsdragers en de andere leden van de gemeente, laten leiden door het woord van onze Heer Jezus Christus. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Daarbij zullen zij het schriftwoord in gedachten houden dat zegt: laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die het woord van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Nu u, zuster Aafke Brouwer Vlaardingenbroek, klaarstaat uw taak als diaconaal opbouwwerker op u te nemen, verzoek ik u antwoord te geven op de volgende twee vragen. Belooft u, uit liefde tot Christus en zijn gemeente, de dienst die u heden wordt toevertrouwd, trouw en toegewijd te zullen uitoefenen, overeenkomstig de overeenkomst met het posterbestuur? In de tweede plaats, belooft u bij de uitoefening van uw dienst de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? Wat is daarop uw antwoord? God, onze hemelse Vader, maak u door zijn Heilige Geest bekwaam tot het volbrengen van de taak die u wordt toevertrouwd, zodat uw arbeid mag dienen tot verheerlijking van zijn naam, tot opbouw van zijn gemeente en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Wees u ervan verzekerd dat de kerkraad met zijn meeleven en voorbeden u omringt en naar vermogen met raad en daad bij zal staan. Geliefde gemeente, ontvang deze zuster in de haar toevertrouwde dienst en omring haar met uw steun en gebed. Laten we samen zingen. Psalm 108, het eerste vers.
Zullen we samen de Heer danken en bidden. Wat is het een voorrecht, Heere, dat u ons wil dienen en dat wij u mogen dienen uit wederliefde. U heeft zoveel voor ons gegeven. U geeft dat de poort naar de verzoening open is, zodat zondaren, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, vergeving vinden, verzoening, herstel. Genadige Heere, wij danken u van harte voor wat u ons daarin geeft. We danken u voor het onderwijs uit uw woord. We danken u dat u mensen gaven en mogelijkheden geeft om te dienen. En neemt u ons dan allemaal maar in uw dienst. Of we nu ook alleen maar nog maar één kamer hebben en voor ons gevoel weinig kunnen. Help ons dan te bouwen aan dat ene kleine stukje muur vlakbij ons. Heere, we danken u ook voor mensen die gaven en talenten hebben gekregen om een extra stuk of extra moeilijke dingen te doen. Help ook daarbij. Zegent u ons zo allemaal. Zegent u Aafke naar werk en officiële aanstelling. Zegent u haar, vult u haar met uw geest en geeft dat ze mag merken dat u haar gebruikt. Ja, zegent u zo het werk wat gedaan wordt in de poster. Alle namen die erbij horen. Mensen die op de voorgrond hun inzet laten merken. En anderen die op de achtergrond betrokken zijn. En de dingen mogelijk maken. Wees ook in onze gemeente aan het werk, Heere, met uw geest. En schakel ons dan ook maar in. Bewaar ons ervoor dat we tegenover elkaar komen te staan. Dat we uiteindelijk zelf geestelijk verhongeren. Maar zegen ons samen. Naast elkaar. Verbonden met u, in liefde tot u, om zo te bouwen de plaats waar we staan. Help ons ook, Heer, als we misschien te maken hebben met ziekte en zorg en moeite die ons hinderen om mee te bouwen. Wilt u mogelijkheden geven? Wilt u ons vertrouwen geven? Ons woorden geven om anderen te bemoedigen die misschien meer kunnen dan wij? Bewaar ons voor jaloers zijn. Maar bouwt u zo uw koninkrijk. En geef dat anderen om ons heen. U zullen leren kennen. Uw hand zullen zien. En zullen gaan geloven. En samen u belijden. Machtige Heere. Als we dan nog niet geloven, verander dat alstublieft. En als we geloven, neem ons in uw dienst. Neem ons onder uw hoede. Ook de rest van deze zondag. Heere, het is Advent. Er is weinig aandacht aan besteed in deze dienst. U weet de reden daarvan. We leven heen naar kerst, om te vieren, om te beseffen dat u gekomen bent en dat u weer zult komen. Het zal wat zijn, Heer, als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt. We zien ernaar uit. Maranatha, Heer Jezus, kom toch alstublieft spoedig en vergeef onze zonden. Leid ons niet in verzoeking tot die tijd en gebruik ons tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dus dienen met uw gaven. Collecte is dus voor de poster, zoals u gehoord heeft. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande Psalm 150, vers 1 en 3 als onze slotzang.
Wil ik u er graag op wijzen dat straks na de zegen een gelegenheid is om Aafke hiervoor de preekstoel de hand te drukken en God zegen te wensen. Naast ook een kleine herinnering voor de gezinnen die het adventpakket hebben ontvangen. Het is de eerste adventszondag, niet veel aandacht aan besteed in de preek, maar het pakket begint bij de eerste adventszondag, dus gaat u er van harte mee aan de slag. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.